Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die het kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. We hebben dus de 30.000 abonnees gehaald. Mega leuk. Ik heb een special video die eraan komt. Heel veel zin om die te plaatsen. Maar die staat al online trouwens, denk ik. Als deze weekvlog online is, dus check it. Het is vandaag dus maandag. Stan is vannacht blijven slapen, was gezellig. Ik heb net even alle Vinted pakketjes ingepakt. Nog niet alles verkocht, dus check me Vinted als er misschien nog wat op staat. Dit moet naar DHL en dit moet naar een ander punt, dus dat gaat nu allemaal op de post. En vanmiddag heb ik super leuk opnames voor YouTube serie van Denise, van het YouTube kanaal Denise Anna. En gaan we een serie voor haar kanaal opnemen en een mukbang, dus helemaal leuk. Ja, ik ga nu even snel, want het is alweer 2:15. Echt, de tijd vliegt voorbij. Ik heb echt zo haast. Dus, nou ja, we gaan het snel van me doen. En dan zie ik jullie vanzelf weer. Zo, ik heb net alle pakketjes op de post gedaan. Ik heb helemaal haast. Ik heb een uur om me klaar te maken, te douchen, alles. Dus dat ga ik even allemaal heel snel doen. En ik voel het wel even lekker opgeruimd dat mijn kamer nu helemaal opgeruimd is. Alle zooi uit mijn kast. En ja, top. Oké, ik heb snel gedoucht, mijn haar gefeund, mijn make-up gedaan. Ik heb deze outfit aan. Ik heb een topje van Chiquelle aan. Een jasje van Naked. Broek van Pull & Bear. Riem van Bios Fashion en Dr. Martens. Helemaal leuk. Dus that's the outfit of today. Vandaag is al bijna afgelopen, maar voor de opnames. Helemaal leuk. Mijn haar zit kut. Maar we doen het er maar mee. En ik doe denk ik dit groene tasje erbij. Ik dacht misschien wel leuk om een beetje kleur toe te voegen. En ik ga nu snel koffie zetten. En dan ga ik. Huh. Nou, ik ben bij Denise op kantoor. Hallo. We hebben net een video voor jouw kanaal opgenomen. Ja. Waar ik deze outfit is. Oh, ik gulp zat er. Nou, waar ik de outfit dus heb geshopt. Ja. Waarom komt de video online eigenlijk? Weet ik niet. Weet ik nog niet. Die staat denk ik nog niet online als... Nee, ik denk het niet. Nee. Dus check haar kanaal. Dan komt hij binnenkort online. Dus een hele leuke video. Ja. Ze is helemaal blij met haar outfit. Ja, ik ben helemaal een ander mens. Ja. Meiden, helemaal anders. Helemaal leuk. Leuk. Ja hoor. Ja. Dus wil je het zien, check het. En we gaan zo meteen lekker sushi met Bengen opnemen. Trek. Helemaal zin in. Ik heb echt trek. Echt heel erg. Echt helemaal zin in. Goh. Nou, wij gaan lekker de mukbang opnemen. Lekker! SD-kaart zit nu in die camera, dus ik film met mijn telefoon. Kijk de sushi! Ja. De video staat al online, dus wil je de mukbang zien? Check it! Oh. Ik ben nu aan het editen en dat is helemaal niet waar. De video gaat aankomende zaterdag online, dus abonneer vast en stay tuned voor de sushi mukbang. Hij is echt super leuk geworden en heel lekker. Alright, ik ben inmiddels weer thuis. Het was echt super, super gezellig. Heerlijk gelachen. Lekker gegeten. Ik heb niet te veel op. Gewoon perfecte aantal sushi. Helemaal top. Helemaal lekker. Ik ga nu lekker serie kijken. Ik ga eerst even een paar dingen voor werk doen. En dan ga ik serie kijken. Ginny and Georgia. My favorite. Good morning. Het is vandaag dinsdag. Ik ga zo meteen even de weekvlog editen. Want nu 11:30 ga ik mijn moeder naar de IKEA. Gezellig, want ik wil dus hier een ladekastje bij. Want ik heb zoveel make-up dingen en zo, dat dat hier lekker kan. En nu zitten allemaal haarproducten en zo daarin. En ik heb altijd make-up over dat ik weg moet gooien en zo. Of gewoon oude dingen uit de troep wegdoen. Maar ja, hier ook gewoon een ladekastje erbij. Dus dat is helemaal leuk. En ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. Ik heb dus geen school en op vakantie heb. Het is alleen, nou, niet normaal slecht weer. Echt, dan heb ik vakantie. En dan is het weer om te janken. Nou ja, weet je, that's life. Ik ga ook nog werken vanmiddag, dus dat. En ik ga denk ik weer Vinted pakketjes op de post doen. Ik ben nu mijn weekvlog aan het editen. Love it! Ik hou echt van mijn weekvlog editen. En weet je waarom? Want dan zit ik echt even zo'n terugblik op week en dan denk ik altijd van, oh, ik had echt een leuke week. Terwijl ik altijd denk van, oh, ik heb echt een saai weekvlog. Maar je vergeet een soort van wat je hebt gefilmd. En ik vind het echt een leuke weekvlog. Ik ben helemaal blij mee. Ik
vind het helemaal leuk. Mijn haar is echt... What the fuck? Het is echt het meest afschuwelijke weer ooit. Bup. Regen en viezigheid. Maar ik ga zo meteen gezellig met mijn mommy naar de IKEA. Want dat heb ik al gezegd. Nou, dat is helemaal geen leuk nieuws. Dat is wel leuk nieuws, maar niet nieuw nieuws. En waar ik ook vet, vet enthousiast over ben, is het scherm die ik dus tegenwoordig gebruik voor het editen. Dat is echt de lifehack. Dus ben je een YouTuber, koop een tweede scherm. Ik heb deze niet gekocht, want ik heb deze van mijn vader gekregen van zijn werk. Die was nog op zijn werk zo. Maar ik raad je echt aan. Het is zoveel chiller editen. Het is echt niet normaal. Of zo'n laptopje kloten, dat wil je gewoon niet. Dat wil je gewoon niet. Maar in ieder geval, ik ben even aan het editen. Het is nu 11 uur. Het is 11:15. Nobody cares. Maar wellicht kom ik wel met meer dingen thuis. Want ik ben heel erg... Hoe noem je dat? Ik ben heel gevoelig als iets leuks. Je denkt, oh, leuke pot. Leuke schaal waar ik echt niks mee kan. Maar ik vind het heel leuk. Waarom ben ik... daar irriteer ik me aan. Ik kan er helemaal niet tegen als mensen heel de tijd Nederlands-Engels praten. Want... ik denk gewoon, praat gewoon Nederlands. Maar ik zit zelf zoveel te doen. Ik zit die weegzocht uit en ik denk, Saar. Je zit gewoon de helft van de tijd Engels te praten. Hoezo? Maar dat komt door TikTok. Want heel veel mensen praten Engels op TikTok. En omdat ik heel veel Amerikaanse YouTubers kijk. Dus dan, en ik kijk nu een Amerikaanse serie. Dus je zit alleen maar in het Engels te denken. Oké, dus als jullie dat ook irritant vinden, geef me blij. Dan heb je me ook. Ik heb gewoon helemaal niet gevlogd in de IKEA. Ik heb een hele leuke... kast die ik hier ga neerzetten. Ik heb een soort ladeblok wat hiernaast komt. En daar kunnen allemaal make-up en haarproducten in. Want ik kom echt ruimte tekort in mijn leven. Dat is niet normaal. Ja, dat is heel chill. En daarnaast heb ik een soort standaard gekocht waar je het telefoon op kan zetten. Chill. En van die organizing bakjes voor in de... in de ladekast. En ik heb voor in deze kast heb ik nu deze onderste dingen. En ik heb daarvoor een nieuwe gekocht. Die zijn zwart met soort riet. Dus die vond ik wat leuker. Wat hipper. Dus die komen dan hierin. Dus ja, helemaal leuk. Ik ga by the way ook even de weekvlog af editen. Kan ik die ook gewoon uploaden. Dan ga ik zo meteen nog wat pakketjes op de post doen van Vinted. En... dan ga ik werken. Ik heb nu even een light snack. Met kwark en leizaad en blauwbes. Nou, het is nog steeds echt afschuwelijk weer. Ik ben wel helemaal klaar met het editen van de week. Ik ben helemaal klaar met het editen van de weekvlog. Ik heb echt een spraakgebrek van hier tot Afrika. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu naar werk. Ik ga vinden het pakketje op de post doen. En dan ga ik naar mijn werk. Dus, ja, dat is de planning. En dat vind ik altijd leuk, dus wat leuk Stan dat je het vraagt. Ik ben terug van werk en ik heb net samen met mijn vader heeft daar alles gedaan, de kast in elkaar gezet. Kijk hoe chill. Ik heb nu dus deze ladekast erbij. Want dan kan ik al mijn zooi kwijt. Ik heb dit ook, stoeltje hier, dus nu is het zo. En dan ja, ga ik nu even alles opruimen. Misschien mijn make-up er even aan het uitpluizen. En ik heb in deze twee bakken dus ook allemaal nog make-up en zo. Dus dat kan ook allemaal daarin. Dat is top. En haarproducten en alles. Oh my god, ja guys. Het is 12 uur. Ik ben eindelijk klaar met het opruimen en organiseren. Maar nu is mijn kamer echt done. Nu laat ik het echt voor wat het is. Ik ben zo zat. Oké, nou, we hebben dus nu deze manden erin. Dat is wel echt veel leuker. Past er veel beter bij. Dan, don't mind the socks. Hebben we hier dit, zo. En hier wil ik nog een leuke posters gaan. Ik denk niet dat dat vaasje daar blijft, maar dat staat er nu voor leuk. Dit moet ik ook nog een plekje geven. Dit doe ik al gewoon hier. Dit is echt de rommelbak geworden. Maar ja, dit is dus nu zo. Ja, hey, dat ben ik. Oh, deze moet hier ook weg. Dat irriteert me weer aan. Nou, ik ga eigenlijk alle laden verlopen. We hebben de eerste lade. Daar zitten parfums. En ik heb pas al mijn parfums weggegooid. Ik had geen plek meer.
Ik gebruik eigenlijk altijd deze twee. Deze van Balenciaga en deze van Chanel. Dat zijn mijn twee favorieten. Ik heb hier allemaal testers. Dan hebben we hier sieraden, oorbellen, armbanden, horloges, kettingen. Die ik eigenlijk nooit aan doe. En wat doosjes van sieraden. Dan hebben we zonnebrillen. En oogmaskers. Slaat nergens op dit. Een hele lade voor zonnebrillen. Oh, zo, die laden zijn echt wel een beetje lastig open te doen. Dan hebben we hier allemaal make-up paletten en zo. En overige dingen die groot zijn. Dat eigenlijk niet echt goed daar past. Dan hebben we hier make-up sponsjes. En ja, eigenlijk overige producten dat dus daar niet echt past. En daarachter heb ik mijn wimpers. Dan hebben we hier haarproducten. Steltoon, krulletoon, borstel, haarproducten. Ja, van alles en nog wat. Hier hebben we camera-spullen, statieven, microfoon, snoertjes, opladers, weet ik het allemaal. Oh, ik ben zo blij met deze kast, echt. Heb ik hier allemaal bakken met strings. Het is echt de meest random indeling ooit, I know. En hier heb ik al mijn BH's, want dat stond eerst allemaal in deze kast, wat een mega chaos. Het was altijd een ontplofte boel. Nou, hier zit nu gewoon lekker niks op. Dit stond eerst helemaal vol. Hier zitten nu gewoon mijn sokken, mijn riemen, onderbroeken, zeg maar van die grote. En fluffy socks. En dan heb ik hier mijn slippers, panties. Dus dit is ook lekker georganiseerd. Dit was namelijk echt helemaal bomvol. Dan deze make-up laden zijn ook helemaal georganiseerd. Eerst stond heel veel zooi hier op, maar dit is nu gewoon helemaal clean. Love it. Verzorgingsproducten. Everyday make-up. Mascara's. Nog meer verzorgingsproducten. Foundations. Lipsticks en lipgloss en lipsticks. Dus dat is dat. Helemaal schoon en clean. En oh, I love it. Oh, en deze moet in deze la. Bij dit. Bij de apparatuur. Dus, dit staat hier nu weer zo, bij mijn bedje. Nou, ik vind het helemaal geslaagd. Ik vind mijn kamer helemaal leuk nu, zoals het nu is. Dus ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga er niks meer aan doen. Afgelopen dagen alleen maar naar mijn kamer bezig geweest. Maar nu is het goed. Nu is het zoals ik het wil. Daar ben ik er helemaal blij mee. Alles is uitgeruimd, opgeruimd, uitgezocht, weggedaan. You know the drill, dus... Yes, heel erg blij mee. En ik ga nu mijn bed in. En dan ga ik lekker slapen. Morgen moet ik weer vroeg op. Ik wil namelijk de vlog editen. En ik moet zat dingetjes doen. Dus dat moet morgen allemaal weer. Good morning. Het is vandaag woensdag. Ik ga er zoveel. Ik ga vandaag gezellig een dagje naar Utrecht met Stan. Alleen het weer is echt om te kotsen gewoon. Ik heb hem net eventjes opgemaakt. Ik heb een outfit aangetrokken. Een bralet aan van Only. Top van Chiquelle. Broek van Naked. En ik ga nog schoenen van Naked eronder doen. Maar die staan beneden. En ik doe dit tasje erbij van Shein. Ik ga een koffietje zetten. En daarna ga ik naar een sleutelmaker. Want ik heb nog een reservesleutel van mijn scooter nodig. Die heb ik namelijk niet. Dus dat ga ik even fixen. Ja, dat is voor today. En dan ga ik ze ophalen en gaan we naar Utrecht. Nou guys, we zijn nu in Utrecht aangekomen. En we hadden even zin in een kleine snack. Dus ik heb nu een salade wrap met zalm. En het heeft maar 93 calorieën. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Nou jongens, ik vind het niet echt een succes. Het is niet heel vies, maar het is ook niet dat ik denk lekker. Dus ga ik nog een keer halen ofzo. Nou jongens, we zijn klaar met het shoppen. We gingen op het terras zitten, maar het waaide echt van hier tot Afrika. We hadden er helemaal geen zin in. We hadden een theetje gedaan en dachten, weet je... Is dit klein en op elkaar gepropte meuk? Ik heb een bagel rookkippetje. Hier, moet je kijken hoe groot die van mij is. Ja, maar deze is ook met minder calorieën. Stan zegt, hoezo heeft een bagel een gat? Want dat eten, dat zit er gewoon doorheen. Dus waarom zit dat gat erin? Ik ging echt stuk. Ja, je moet gewoon een beetje openscheuren. Ja, die van jou is echt huge. Echt huge. Een hele kleine. Ja, ik heb echt een kleine kukkepuk. Of hij is gewoon heel klein gesneden, die bovenkant. Maar Stan heeft een BLT bagel met extra avocado. En ik heb een rookkippetje. Bagel.
En we hebben Starbucks gehaald. Ik heb lekker een karamel ijslatte met havermelk. Mmm. Oh my... Nou, ik heb zo'n rare bagel. Kijk dit dan. Hier, moet je kijken. Ja, dit is wel heel apart gedaan. Ik heb nog nooit... Er was al heel veel stress, want het was heel druk. Zit toch een brok avocado op? Nee, nee. Dat is echt niet leuk. Nee, wat valt hier ook nou weer dan? Mijn hele jas zit onder de pesto. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ze zat het ook op te smijten alsof het weet ik veel was. Ja, ze is wel heel druk. Ze had alles echt erop te smijten. Mijn hele broek naar de geleerd. Veel meer. Ik ben het helemaal zat. Nou, fuck dat gewoon. Nou, guys. Ik ga dit normaal proberen te eten. Mag je wel even wat in geknipt worden? Wat waarschijnlijk nu kan. Wat is dit nou weer? Zo. Dan gewoon een van de tak. Ik ben helemaal zout. Nou, ik ben met de meiden. We gaan even kijken voor vakantie. Want we willen dus misschien van de zomer vakantie. Yes. Nou, we willen van de zomer. We gaan met van de zomer vakantie. Ja. We willen, we moeten. We moeten gaan. Keuze. Ja, maar wat gaan we doen? We willen misschien naar Portugal, Spanje of Italië. Ja. Maar weet natuurlijk niet of het in die... Griekenland! Ja, maar nee, Griekenland is nu rood. Oh ja, maar zit hij aan. Maar we zien het dan wel, wat we dan wat ja, gaan doen. Ja, maar leuk. Iets van Lissabon of zo. Ja. Of Venetië. Lissabon ligt wel aan het water. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik ben wakker geworden bij Stan. Gisteravond was echt zo gezellig. De 30k special is echt... Zo grappig geworden, jongens. Jullie moeten het echt kijken. Het is echt niet normaal hoe erg. Het wordt zo grappig. Het staat al online. Je moet het echt checken. Het is echt heel juicy en heel erg. Maar ik ga zo meteen gezellig lunchen met Isabel en Bo. Dus dat is dat. En daarna ga ik naar de zonnebank. Dus ook leuk. Lekker ook. En ja, die komen er zo aan. Dus ik moet even opschieten. Oké, nou ik ga deze outfit aandoen. Ik stel het niet scherp. Ik ga deze outfit aandoen. Deze had ik maandag ook aan. Maar ja, weet je, boeien. Ik moest gisteravond snel wat pakken. En dit lag allemaal bovenop. Dus ik dacht, doe dit gewoon aan. We gaan dus gezellig lunchen op Bodewerk. Daar heb je een soort overdekt terras. Want het is echt vreselijk weer. Echt aan het regenen. En daar heb je ook heaters en zo. Dus helemaal overdekt. Dus dat is super chill. En ja, ik denk dat Isabel er zo aankomt. Dus daar ga ik. Ja, nou ja, joh. Ik ben lekker met mijn zussen bij Bodewerk. Hey. En we gaan lekker eten. We hebben ook nog een borrelplank. Hebben jullie al op zelf? Nee, maar zo. Oh, we hebben lekker tonijn tataki, heet het toch? Ja, zeker. En gefrituurde genade. Oh, we hadden net ook een borrelplank. Die heb ik helemaal niet gefilmd. Wel. Nee, dat was de plankkoeg. We hadden ook nog een hele borrelplank, zo groot. Ja. Wij zijn aan het vreten. Nou, meiden, we gaan nu lekker weer aan de thee en aan de taart. Zo, kom. En Bo zegt, ja, geef mij nog een broodje. Ja hoor. Het is maar het is kort. Het is maar geen remmel. Wat echt super gezellig op het terras met Isabel en Bo. Echt heel erg leuk. Na het terras zijn Bo en ik dus naar de zonnebank gegaan. Echt wel een stukje bruiner geworden. Dus super chill. Dat soort dingen zijn echt nooit te zien op camera. Ik weet niet wat dat is, maar dat is heel ander licht of zo. Ik ga nu even weer mijn sieraden omdoen. Want die had ik allemaal afgedaan onder de zonnebank. Maar ik ga trouwens even laten zien wat ik gisteren allemaal heb gekocht. Want ik heb gisteren een aantal nieuwe dingetjes gekocht. Ik was ook in Utrecht. Dus dat is wel even leuk om te laten zien. Mini shoplog. Ik heb geen kleding gekocht, maar wel make-up en zo. Over een reis tot een heer tot Afrika waar echt gewoon niemand zin in had. Sorry jongens, ik kijk echt dus heel veel naar het schermpje naar boven. Maar weet je wat dat is? Het is echt een tik voor mij dat ik altijd bang ben en dat die camera niet scherp is. Dus dan check ik altijd of het scherp is. En ik kijk ook gewoon naar mezelf. Maar dat is niet één. De voornaamste reden waarom ik erheen kijk. I know, het is echt fucking irritant. En ik moet echt mee kappen. Ik wil heel graag de Stradivarius in.
Ik zei dit vroeger dat het verkeerd. Ik zei altijd Stravidarius, maar het is Stradivarius. Stradivarius, ja. En daar hebben ze dus een hele leuke broek die ik had gezien. Die Isa ook heeft. Waar ik echt even naar... Kijk, je wil naar nemen en echt even wilde checken. Maar ja, dat ging dus niet. Ik zie er oprecht ook gewoon niet uit, want hier zitten twee puisten waar je u tegen zegt. Als eerst, wat bij de Douglas. Dit hebben ze me in een MAC tasje gegeven, want ze hadden geen klein Douglas tasje of zo. Maar ik heb er niks bij van MAC gekocht. Maar wat heb ik gekocht? Dit. Van The Ordinary, een nieuwe serum. En ik heb een testertje foundation. En een moisturizer cream van Clinique. Maar ik heb dus een serum en nog iets anders van The Ordinary. Ik was in paniek, dus ik heb maar wat gegrepen. Ik snap nooit wat ik pak. Want ik snap nooit wat is bij The Ordinary. Maar ja, daar komen we vanzelf achter. Eén is voor je wallen. En één is een serum, hopelijk, die ik nu ook heb. Dit is dus de cafeïne solution. En dit is dus waarschijnlijk... Apply small amount onto the eye contour in the morning and evening. Ja, dus dit moet je onder je ogen doen. Dus een oogserum dus. Voor onder je ogen. Voor walletjes. Ook al heb ik niet eens heel erg wallen. Maar ja, weet ik veel. Gewoon leuk. En dan een serum die op was. Die heb ik letterlijk toevallig vandaag opgemaakt. Ik hoop dat dit hem is. Niacinamide Zinc. Ja, ik heb dus een ander nu. Ik weet niet precies wat het verschil is. We gaan zien. Deze is echt op. In ieder geval, dit kwam hier. Dus dat was bij de Douglas. Dan heb ik bij de Easy Paris een bon. Cadeaubon gekocht voor moederdag en mijn moeders verjaardag in 1. Want ze is 13 mei jarig. Dus dat is een paar dagen later een leuke cadeaubon. En dan had ik bij de Hunkemuller een leuk setje gekocht. Deze leuke BH. Love it. Very pretty. En de bijpassende string. Helemaal leuk. Helemaal cute. Het was trouwens 50% sale bij de Hunkemuller en ik wist dat helemaal niet. Dus toen ging ik afrekenen en toen zei ze opeens, ja, het is voor 50%. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Oh ja, ik heb trouwens nog iets gekocht bij de Douglas. Weer bij een andere Douglas, want de Ordinary hadden ze niet bij de Douglas waar ik eerst was. Dus toen ging ik naar een andere Douglas en daar was het wel. Maar de Douglas waar ik eerst was, heb ik de Hangover Fixing Spray van Too Faced gekocht. Deze heb ik ook al gebruikt. Love it. Hoe fancy ziet het er ook uit. En dit is dus ja, super chill spray. Ik had gewoon gevraagd eigenlijk aan medewerker van welke spray raad je aan. Toen zei ze deze. Dat draag ik op. Ik heb nu deze van MAC. En ik had volgens de Fix Plus mat gekocht. Maar ik vind de spuit van de MAC is echt zo een harde straal in gezicht. En deze is echt heel soft. Die is echt gewoon zo mistig. Echt heerlijk. En het ruikt heerlijk naar kokos. Dus het past allemaal niet meer. Ik word gek. Nou jongens, echt what the fuck is dit nou weer? Ik zit achter mijn laptop een beetje mails beantwoorden, het editen, weet ik het allemaal. Opeens gaat het licht uit. Dus ik denk, god, waar zit hier een spook of zo? Dus ik licht aan, uit, aan, uit. Ging maar niet aan. Zie naar de gang, lichten aan. Ging niet aan. Zie ik naar mijn kamer, lichten. Ging niet aan. Maar dat is best wel laat, mijn oog lag op bed. Dus ik hoor mijn vader wakker zeg. De lichten doen niet meer. En mijn telefoon ging niet opladen, mijn laptop ging niet opladen, bla bla. Dus nou, we hebben nu een van de stroomstoring. Het is 12:30. En ja, toen dacht ik, nou ja, goed, de tijd dat ik maar naar bed ga. Het is wel super laat, dus alleen maar goed. Maar het was zo raar, echt. What the fuck? Oh ja, wat ik wil vertellen is, ik heb mijn nagels kapot
korter geveld. Want ik had het dus heel lang en ik word er helemaal gek van. Dus ik heb ze nu gewoon even kort gedaan en opnieuw gelakt. Want het was wel echt heel erg uitgroei. En I don't like uitgroei. Dus ik heb ze nu gewoon helemaal kort geveld. En gewoon een nieuw grijs kleurtje gegeven. Much better, want ik kon er niet mee overweg en ik kon echt niet leven. Maar in ieder geval, that's my life story. Ik ga nu maar slapen en pray to God dat ik morgen weer stroom heb. Want ik heb ook geen wifi, ik heb gewoon helemaal niks. Good morning, het is vandaag vrijdag. Ik heb eigenlijk de hele ochtend al op zitten. Mijn tante was hier gezellig, ze is gezellig met haar bijgekletst. Ik ben nu lunch aan het maken. Met een gezonde wrap van spinazie en ei met een heel klein beetje met kaas. En tomaat, komkommer, peterselie, jalapeno, kipfilet, rucola denk ik. Sriracha. Alles lekker. De wrap is klaar. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Oh my god guys, het is zo laat al. Het is gewoon 1:30 s'nachts. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Het is sowieso al later, zo 2:15. Ik heb super lang niet gevlogd. Ik kon niet zeggen dat het laatste keer dat ik heb gevlogd. Ik weet niet echt niet. Ik heb sowieso best wel een kutdag achter de rug. Ik ben alleen maar op janken. Ik voel me helemaal niet chill of zo. Niet echt specifieke reden, maar er is gewoon allemaal even te veel of zo. Ik had echt hele drukke week en ik weet niet. Soms heb je gewoon even een week dat het niet gaat. And that's okay. You know, life goes on. Maar ja, dat een beetje. Ik heb gewerkt. Na mijn werk was standaard gelukkig. Dus het was wel gezellig. Ik heb dus heel lief van iemand een Disney Plus account gekregen waar ik op kan. Van Alessa, de show. And you girl, you are amazing. Maar we hebben lekker Modern Family. Nee, wat hadden we nou gekeken? Een uur Sweet Life on Deck gekeken van Zack en Cody, love it. En daarna hadden we Modern Family gekeken, ook leuk. En morgen, ik heb de video helemaal afgeëdit, die komt morgen online. Is dat allemaal geregeld, morgen ga ik een mukbang opnemen die van Bo. Leuke mukbang, dus ook helemaal leuk. Dat is een beetje mijn dag, sorry dat ik vandaag niet heb gevlogd, echt. Maar dat is gewoon niet echt mijn dag. Sowieso niet echt mijn week, denk ik. I don't know what it is. But it is what it is. Nee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. Ik had helemaal weer stress vanochtend. Dus ik heb nog niet de vlog kunnen openen. Maar ik ga zo meteen. Nou, nu eigenlijk gewoon. Dus ben ik onderweg naar Lisbon Bo. Hallo. En we zijn onderweg naar Rotterdam. We gaan daar namelijk een mukbang opnemen met die Korean cheese corn dogs achtig iets. Dus heel erg leuk. En we gaan even een beetje shoppen, maar het is echt kloten weer. Dus kut. Maar ja, we gaan helemaal gezellig. Gewoon top. Dit is echt ideaal. Moet jou een beetje naar achter. Hij moet eigenlijk iets uitgezoomd. Moet jullie iets? Niet meer over me heen. Maar nu kijk, hij is heel erg ingezoomd. Ja, waar ben ik dan? Zak gooien dan. Jongens, we hebben net een mukbang opgenomen. En het was zo lekker. Het is bijna gewoon allemaal op. Het is echt. Oh, we hebben die chips. Wat vonden jullie ervan? Leuk, hè? Leuk. We moeten even. Je moet de mukbang checken. Maar ik weet niet of het hier al. Oh. Ik weet niet of de mukbang al online staat. Maar stay tuned. En anders moet je hem checken als je online staat. Ja. De inktvis. Die is gewoon zo. Oké, maar wat is nu de planning? We gaan nu de stad in. Toch? Ja, we hebben nog wel een tijd. We gaan echt even een half uur de stad in en dan hebben we het al. Ja. Maar je hebt zeg maar 5 minuten rijden. Oké, ik ga naar achter. Ja. Girl. Doei. Doei. Ik ga stuk. Wat doet deze nou weer? Wat doe je? Jezus. Zo, het is ook gewoon te beroerd om even naar buiten te lopen, hè? Ik, zeg maar ik. Ja, inderdaad. Ja. We zijn er. Ja, nou, we gaan er al. Mag ik water? Nee. Nou jongens, het is helemaal chaos.
Ik zit nu dus in de auto en Isabel en Bo moest allebei nog een cadeautje halen voor moederdag. Bo moest voor een vriendin een verjaarscadeautje. Ze waren net bij de Zara Home en daar hebben ze een heel leuk ding gehaald. En een soort fotolijstje. Maar Isabel die moest dus nu nog een borrelplank halen voor de moeder of zo. Dus ik zijn hier ergens heel illegaal geparkeerd. Ik sta hier echt van hoi. En die zijn dat nu aan het halen. Dus ik hoop dat het even een beetje snel is. Want ik heb weer stress. Ik moet weer bij het leeuwtje aan. Want ik ga lekker wijnen met Nina en Esmee en Anna. Voor mijn verjaardag. Dus. En ja. Wordt helemaal chaos dag. En het is echt klote weer. Nou, jongens. Ik zit bij Nina in de auto. Helemaal stress. Ik heb echt maar weer wat uit mijn kast gepakt. En ik weet niet wat ik heb gepakt allemaal. Het ziet er niet uit. Maar we gaan nu gezellig lekker wijnen. Lekker wijn, lekker eten, lekker... Vrolijk tasje. Waarom doe ik dit nou? Waar is die van? Van Zavool. Sorry, echt lang niet besteld bij Zavool. Nee, ja, ik had samenwerking. Helemaal leuk. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar... Ja, ik heb dezelfde outfit nog aan, want ik wist gewoon niet meer aan. Nou, ik ben bij het Leeuwtje met de girls. En we hebben een lekker borrelplank en lekker wijntje. Helemaal leuk. Nou, we zijn hier bij Esmee. Nina is de hond aan het uitlaten. Ik weet niet wat ze aan het doen is. We zijn aan het wijnen. Vino. Zometeen, we hebben pizza besteld. Want de vriend van Nina die werkt bij Nieuwe Pizza. Ja. Daan? De vriend. Wat zei ik dan? Nee, ik zei de vriend van Nina. De vriend van Nina. Die gaat lekker pizza's meenemen dus. En we gaan nu even omkleden eerlijk. Ja, eten wel zo klaar en dan pizza chap en dan weg. Ja, weg. Doe over een 8 6. We doen nog even een beetje op pizza. Ja, ik wil ook nog make-up meer bijwerken hoor. Ik zie er niet. Kut! Ik make-up erbij. Ik verstond het zo. Mijn kut erbij. Oh, mijn kut. Oh my god, pizza. Oh, het is die caprese. Caprese. En deze? Dit is de pizza abu. Dit is met... Jalapeno's, pepertjes en paprika. En wat we dus ook hebben is donuts. Donuts. Lekker. Meiden, het is helemaal aan hier. Ook gewoon... Oh, hier heb ik zin in. Nou, die pizza abu. Ja, dit is die pizza abu. Die is zo lekker. Oh. Lekker. Give me. Jongens, we gaan nu. Ik sta wel op de vlog, maar hij gaat nu toch niet vlog. En jij valt dit nooit op. Het gaat echt zeker wel op de vlog. Want, dat doe je zo. Dit is my baby Esmee. Hey, ik ben er. Maar het is een beetje homo. Hij staat gewoon aan. Maar het is wel een beetje homo. Dit is Daantje. Dit is de vriend van Nina Sosa. Zeg maar, de vriend. Geef nog even naar mij. Dit is alles. Dit is Esmee, de party host. De party host. Hey, Atta, geen Atta. Atta. Atta, 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 Atta. Fuck up. Nou, dat is echt normaal. Ah, Plucky. Ja, ik ben snel zo ingezoomd op de belletje. Echt zo mooi met naam. Nee, vertel even een leuk verhaaltje. Feestje. Feestje is afgebroken. Allemaal naar huis. Waar is Sarah? Ja, die is weg. Het is even een takeover. Jij bent verloren. Ja? Oh. Ik doe niet mee. Goedemorgen, maat. Het is nog zondag. Het is zo niet morgen. Het is 5 uur. Het is moederdag. Ik had een kater van Zuid-Afrika. Ik voel me nog steeds niet lekker. Ik ben misselijk. Ik heb maar even een snel outfit aangedaan. En ik heb zorgen dat ik me weg moet gooien. Stom komt er zo aan. Mijn ouders ook. Mijn ouders zijn helemaal niet thuis.
kan niet praten, ik word heel misselijk. Oh my god, ik ga dood. Gisteren was wel bijna echt heel leuk. Alleen, ja, we waren echt al sinds 4 uur middag aan het drinken doordat we bij het Leeuwtje zaten. Ik was pas 4 uur nog thuis. Ik heb gewoon 12 uur lang zitten zuipen, 10 uur. Ik kon niet zo goed praten. Stan nu is er echt elk moment. Dat is zo kut. Dus op het moment denk ik altijd van ik stop met drinken. But it never happens. I wish. Of course, gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik wil jullie erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ja, vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauwdruppje omhoog te geven. Ik vond het zelf echt een superleuk week. Ik had natuurlijk ook vakantie. Dus ik had ja, wat meer tijd om leuke dingetjes te doen. Dus dat scheelt altijd. Dus ja, ik vond het echt een super week. Vergeet zeker niet om mijn kanaal te abonneren en notificatie op aan te klikken. Hierdoor blijf je altijd wel als ik een nieuwe video plaats. En hoef je geen één video van mij meer te missen. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Dat is @savervoort. Ik plaats altijd updates, leuke polletjes, vragen. You know. En dit ziet er niet uit. Dus ja, vergeet me niet te volgen op Instagram. Dat is @savervoort. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!